Daar zijn we dan met een nieuwe NEC-update en dat op tweede paasdag. Want ja, er is nieuws op tweede paasdag. En dan kan het natuurlijk alleen maar over Soufiane El Karouani gaan, inderdaad. Hij kreeg wat extra tijd. Er is gesproken afgelopen week. Uitkomst daarvan is dat El Karouani na dit seizoen NEC transfervrij zal verlaten. Kortom, hij gaat niet bijtekenen bij NEC. En dat moet toch wel een beetje ook een domper zijn voor Carlos Albas, technisch directeur. Want eerder deze week was hij eigenlijk nog best wel optimistisch. Nou, het loopt ook anders, hè, omdat er andere standpunten ook zijn waar een keuze in gemaakt moet worden. Bij Iwan is het zo. Einde carrière of richting einde carrière, meer financiële zekerheid. En bij Soufiane is het zo, sportieve carrière. En ja, inderdaad kijken wat ze maximaal mogelijk met een transfervrije status. Kijk, dus dat zijn meer standpunten die meespelen. En, dus dat proef je en voel je wel dat zeg maar de speler daar ook over aan het twijfelen is. Ja, dat is best lastig. Nogmaals, hè, het sportieve plan, wat ik denk. Wat voor zijn carrière, denk ik, goed is op sportief gebied. Ik heb hem de financiële kaders aangegeven. Want ja, ik bedoel, hij zal net zoals Bart en Dirk in die range qua zeg maar, financiële voorwaarden gaan vallen. Dat heb ik hem allemaal aangegeven. Dus dat is duidelijk, denk ik, het totale plaatje. Dus hij kan een paar nachtjes slapen en dan komt hij weer terug. Ja, El Karouani tekent dus niet bij en gaat transfervrij NEC verlaten. En dat is de tweede speler dan al. Want afgelopen week werd ook bekend dat Ivan Marquez dus niet ging verlengen. En dus ook transfervrij NEC zal verlaten eind van dit seizoen. Dan kijken we nog even naar de wedstrijd van gisteren. Gisteren werd er uitgespeeld tegen Emmen 0-0. Ja, dat is niet echt een beste uitslag. Het was ook niet echt een beste wedstrijd. NEC kreeg wel kansen, maar wist uiteindelijk niet te scoren. Trainer Rogier Meijer na afloop. Nee, zeker over de uitslag niet. Hè. Ik bedoel, als je gezien hebt de wedstrijdbeeld, dan ja, hadden we moeten winnen. Zeker ook gezien het aantal kansen wat we gecreëerd hebben. Dus daar ben ik ja, uiteraard niet tevreden over. Ik ben wel tevreden over het spel van een groot deel van de wedstrijd. Op een hele moeilijke grasmat hebben we denk ik goed positiespel gespeeld. Ja, voldoende kansen gecreëerd, maar niet gescoord. En dat is ja, teleurstellend. Nee, verwijs je jouw ploeg dan nog iets of is het vooral het balletje dat net niet goed valt? Nou ja, verwijten niet. Ik bedoel, ik denk dat we, wat ik al zeg, voldoende kansen hebben gecreëerd. Alleen in het laatste gedeelte van het veld, ja, misschien soms de keuzes iets beter. Ja, de uitvoering dan. Hè. Ja, weet je, ik denk dat, ja, dat dat altijd beter kan. Alleen dat is ook het moeilijkste van het spel. Welk gevoel neem je mee naar volgende week, naar Vitesse? Ja, spel goed, energie in de ploeg goed. Na vorige week veel beter. Dus dat nemen we mee richting Vitesse. En dat is een mooie wedstrijd voor ons. En dan willen we graag laten zien. Ja, wat we eigenlijk het hele seizoen al laten zien en dan thuis winnen van Vitesse. En dan was er ook nog dat akkefietje tussen Di Mata en Tafsan. Ja, Tafsan wilde de bal niet afleggen, ging voor eigen succes. En dat werd dus geen doelpunt en dat werd zelfs een handgemeen. Er moesten spelers tussen komen, Ibrahim Sissoko onder andere kwam daartussen. De trainer wilde zelf er niet veel meer over zeggen. Die wilde het ook niet groter maken dan het is. Die gaat natuurlijk echt wel nog met die spelers praten aankomende week. Bij de kamers van ESPN had Di Mata wel gezegd van ja, ik was gewoon boos. Hij moet gewoon afleggen, ik stond er beter voor. Kortom, wat irritatie. Maar ja, goed, Di Mata scoorde zelf ook niet andere kansen. Dus er was gewoon veel frustratie voorin dat het maar niet lukt. En dan gaan we richting de wedstrijd van komende zondag, oftewel de derby. NEC Vitesse. We zijn er deze week nog een aantal keer met een update daarover, natuurlijk richting die wedstrijd. Nog een hele fijne paasdag en tot de volgende.